allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een avondroutine met Tess. Het is nu ook avond. Het is, even kijken, 8:30, hoogste tijd. En ik ben even van de week wat aan het rommelen geweest, hier op mijn kamer. En ik heb geprobeerd om alles weer een beetje op te ruimen. Zoals jullie zien, is het nogal veel wat ik heb. Die hele dikke tas daar trouwens, hier zo. Die is voor Julia. Dus die is volgende week vrijdag dan weer weg. Want dan hebben we de swap. En ik heb hier het bedje even neergezet. En die heb ik even opgemaakt in het groen. Lichtgroen. En daar ligt onze kleine lieve Noxie in te slapen. Dus hij ligt lekker hier in het bedje. En dat wiegje is ook opgemaakt voor hem. Maar daar ligt hij eigenlijk het meest in te spelen, zoals jullie kunnen zien. zijn knuffeltje ligt daar met zijn speen. Dus hier ligt hij lekker in te slapen. Lekker rustige kleurtjes. Daar staat zijn wipstoeltje. Nou ja, het wipstoeltje van iedereen natuurlijk. En hier ligt hij al erin te spelen. En Luxje slaapt hier. Die ligt al te slapen. En vanavond gaat het om Tessje. Ik ga een avondroutine met Tessje doen. Ik heb net even wat was met haar opgeruimd. Ze ligt in een nieuwe nestje. Dit nestje heb ik van mijn zusje gekregen. Die is van mijn babynichtje geweest. En ja, heel mooi nestje voor de meisjes in principe. Ik wou jullie even laten zien. Ik heb dus 3 nestjes nu. Dat is een neutraal nestje. Deze heb ik ook veel beneden in de box liggen, want hij is heel erg lekker groot. Maar daar gaat Tess zo meteen in slapen. En dit nestje heb ik natuurlijk. Dat is het nestje van Vos. En die heb ik voor Vos en voor Nox ook wel. En dit nestje dus voor de meisjes, voor Lux en voor Tess. En zoals jullie zien is dit ook een heel stuk kleiner nestje. Tess past hier echt net in. Dus hij is echt uitermate geschikt voor Luxje. Want die is natuurlijk heel klein. We gaan Tess eerst eens even omkleden. Ik heb daar haar slaappakje ook klaargelegd. Dit is haar slaapjamaatje. Een luiertje. Dit is een nieuwe luier van de Kruidvat. De Pure and Soft. Kreeg ik als tip de vorige keer in mijn video. Ik heb hem gelijk even opgehaald. Omdat ik eens wilde weten hoe die eruit zag. Nou, zo dus. Zo zien ze eruit. Zijn wel lekker zacht trouwens. Echt wel, ja, je kunt merken dat het ecologisch is. En dit pyjamaatje krijgt ze aan. Met voetjes. Dit is een pyjamaatje van een Next Baby. En volgens mij is het gewoon een newborn size. Maar het staat hier zo niet in. Maar dat weet ik wel zeker. Dat het een newborn size is. Die gaat ze aankrijgen. En dan gaat ze daar lekker slapen. En ja, natuurlijk moet ze ook nog even een flesje voordat ze gaat slapen. Ik ga jullie even neerzetten. En dan ga ik even kijken. Ja, die dikke tas jongens, dat is dus de tas voor Julia. Echt enorm veel. Yo. Altijd leuk hè. Iedereen die weet wat ik aan het doen ben. En dan nog toeteren. Soms denk ik wel eens van, volgens mij wordt er nooit echt rekenschap gehouden. Maar goed, maakt niet uit. Dit gaan we aantrekken bij Tessje. Ik ga Tess even pakken, jongens. Zo, nou, daar is Tessje.
We gaan haar eens even omkleden. Ik kwam er trouwens ook achter vandaag, jongens, dat ik 295 abonnees heb. Dus dat betekent dat ik er nog maar 5 heb te gaan voordat ik de 300 abonnees heb gehaald. En dat betekent dan een winactie, hè? Dat heb ik beloofd. Dus dat gaan we dan ook doen. Hop. Dus nog 5 abonnees te gaan, jongens. En dan is het zover. De winactie bij 300 abonnees. Is 2 aan, ja. Ik wil zeggen, heeft ze hieronder nog een rompetje aan? Want ik heb deze als een shirtje onder het pakje. Zo. En ja, dat heeft ze. Tessje. Ze is ook zo schattig in haar romper. Hé? Ja, je bent zo schattig. Ik vind dit zo'n lief armpje. Het is ook een schattig meisje. Kunnen jullie haar goed zien, jongens? Want ik kan het niet zien wat jullie zien. Zo. Hier is Tessje. Ja. Tess doet het supergoed. Echt een lief meisje is het. Ja, echt mama's prinses. Er zijn natuurlijk ook maar 2 meisjes. Tess en Luxje. Dus ja. Dat is wel echt mama's prinsesje. Even kijken hoe jullie haar het beste kunnen zien. Zo misschien. Beetje lastig altijd. Hoppakee. Gaan we jou eens eventjes een pyjamaatje aantrekken. Deze ga ik Tess nu voor het eerst proberen. Ik ben heel benieuwd. Ze is heel gevoelig met luiers. De zwitsal ging goed op zich. Maar zij heeft het meest die meet bij Netty of zo. Dat is ook een eco-luiertje. Maar ja, die is wel echt een stuk duurder dan deze van de Kruidvat. Pure. Dus ik ben echt benieuwd hoe deze bevalt. En of ze hier ook uitslag van krijgt. Of dat het goed gaat. Met de kleine vriendin. Blijf je met de benen in de lucht. Hè? Het is vandaag vrijdag de 13e trouwens. Niet echt een ongeluksdag voor mij. Ik heb wel een fijne dag gehad. Ging wel goed eigenlijk. Ik heb veel in het huishouden kunnen doen. De babytjes waren lekker rustig vandaag. Niet extreem veel mee te stellen gehad. Zoals je ziet, Nox ligt al te slapen. Lux ligt al lekker in dromenland. Al heel lang trouwens. Vos die ligt beneden in de kinderwagen. Al heel lang in dromenland. En Seb, Levi en Finn liggen nog in de box. Die zijn ook wat ouder, de oudste. Dus die zijn vaak ook de laatste. Die naar bed gaan. Dat is altijd. Ze gaan een beetje op volgorde. En het voordeel is. Finn, Levi en Seb. Die. En Tess trouwens ook. Die komen 's nachts verder niet meer. Voor een voeding. Dus dit is echt Tess haar laatste voeding. Terwijl Lux, Nox en Vos
nog wel 's nachts komen. Dus ja, die liggen dan ook als eerste erin en dan komen ze straks nog weer voor een avondvoeding. En de nacht ook nog. Zo, Tessje, je bent weer lekker fris. Jouw haartje is weer mooi. Hè? Ja. Zullen we jou even bij de dino zetten. Zodat iedereen jou een beetje kan bekijken. Tenminste, dat hopen we. Dat je zitten blijft. Kunnen jullie haar een beetje zien, jongens? Zo wel. Nou, even jouw kleertjes opvouwen. Dat doe ik ondertussen. Want ja, het moet ook gewoon weer schoon. Of natuurlijk ook weer gevouwen en in de kast. Anders heb je er weer zo'n rommel van. Tess heeft haar kleertjes ook gewoon heel erg schoon gehouden. Dus het hoeft niet altijd in de was. Ik hou zo van dit rompetje. Dit is zo'n leuk rompetje. Dat is ook van dat... Waar is de camera? Hier, van dat rib. Van de Hema. Je ziet. Ja. Echt een fijn, soepel, lekker rompetje is dit. En hij staat daar ook leuk. Niet alle natuurlijke kleurtjes staan er leuk, maar nou, de vorige keer die roestbruine kleur, die vond ik haar toch niet echt passen of zo. Ja. Of het lag aan het pakje, ik weet het niet precies, maar het was niet echt passend. Ik heb nu toch een heel leuk setje laten maken. Die vind ik dan wel weer, dat ik denk van ja, ze heeft het mutsje even aangehad. En dat lijkt toch wel heel leuk. Ik kan het even laten zien. Kijk. Het is ook met roestbruin. Maar dat is dan toch wel weer ja, anders of zo. Deze staat daar wel heel erg lief. Tenminste, dat denk ik. Het mutsje stond daar heel erg lief. En ik heb ook nog een broekje met dat patroontje. Dus nu nog een leuk shirtje vinden. Een naturel shirtje. Ik heb er wel een bruinig shirtje bij. Een beetje deze kleur. Maar ja, dat vind ik haar dus weer niet. Die kleur vind ik haar dus weer niet mooi staan. Deze kleur. Dat staat daar dus weer niet. Dus dat shirtje gebruik ik voor een ander setje. Ook toevallig. Kijk. Schattig hè. Olifantjes. Met een mutsje. Ook zelf gemaakt door een kennisje van mij. Dus ja, super lief. En zij is nog een beetje aan het oefenen met de naaimachine. Dus ja, alles is niet altijd helemaal perfect. Dus daarom kan ze het mooi goedkoop doen. Dat zei ze ook. Eens even zien. Ik heb de flesjes in de afwas gehad. Omdat ze daar natuurlijk ook weer uit gedronken hebben. Zal ik deze weer pakken, Tessie? Of zal ik nu de roze pakken voor jou? De roze. Pakken we nu deze. Zo. Tess drinkt altijd uit de diefrax. Dus die vindt de diefrax gewoon heel erg fijn. Die drinkt daar graag uit. Ik ga even een flesje maken. Tess drinkt ongeveer 120 cc. Dus met vier van die dingetjes van de Philly. Dus ja. Even kijken. Ik zal jullie even omlaag doen. Misschien dat ik het dan kan laten zien. Even zien waar jullie zijn. Ja. Hier zijn jullie. Oh, nou zien jullie het weer niet. Dit is dus Tess haar fles. En dit is de Philly. Die zien jullie nu heel erg groot. En dan 1, 2, 3, 4, 5, 6,
2, 3, 4. 4 klikjes. Ik hoop dat jullie dat goed konden zien. Uiteindelijk zit nu dit aan melkpoeder erin. Dan ga ik even water erbij doen. Zet jullie weer een beetje omhoog. Kunnen jullie het testje zien. Dat is natuurlijk veel interessanter dan een beetje mijn witte commode. Ik ga even water in het flesje stoppen. Zodat ze een flesje kan krijgen. Ik kom zo weer bij jullie terug. Nou, Tessa flesje is klaar. Ik zet hem altijd heel even neer, zodat het lucht weer een beetje kan zakken, zeg maar. Dan krijgt zij een slapje om. Om te voorkomen dat haar een mooie pak vies was. Die komt ook net uit de wasmachine. Oh, doe hem ook nog eens verkeerd om. Ja, mama toch. Zo moet die. Zo. Dat zit beter. Ja. Even weer de dino. Tess die wil altijd graag een beetje zittend drinken. Dus ik geef haar ook gewoon zo de fles. Zoals jullie haar nu zien. Ik pak nog even er een slapper bij. En wel een roze. En die past nog mooi bij jouw pak ook. Met die bloemetjes. Kijk, die zijn dezelfde kleur. Zo, de slapper is eigenlijk alleen maar ter bescherming van jouw mooie pakje. Nou, Tess drinkt graag een beetje zitten. Dat vindt ze heel erg fijn. Ja. Hou ik haar hoofdje nog een beetje zo vast. Dan kan ze even lekker drinken. Ik weet niet wat jullie zien, maar ik hoop dat het goed op camera komt. Oh ja, volgens mij wel. Zo. Een lekker flesje voor Tess. Met een lekkere lipjes. Ik kan precies goed drinken zo van de fles. Dus dat is ideaal. Oh, ik hoop niet dat ik er te veel op sta. Kan ik natuurlijk ook niet zien. Ja, volgende week hebben we dus de swap. Dan zullen we gaan filmen. Ja, we zullen onze dag met elkaar een beetje weer filmen, zoals we ieder jaar doen. En dus een video maken van de swap. Ik ben benieuwd wat ik allemaal krijg. We hebben er heel veel zin in. Julia heeft er ook heel veel zin in. Ik vind het ook gewoon leuk dat we dit elk jaar als een soort van traditie samen doen. Dus dat is wel heel gezellig. Een kleine Jacksje gaat mee. Dus ik ben echt super benieuwd naar hem. Hij is natuurlijk de Mick. En ik heb natuurlijk mijn kleine Luxje. En Lux en Jax. Ja, ik ben benieuwd wat ze dan verschillen weer van elkaar. Ja. Tess en de Dino. Die zijn vanavond een match. Of niet soms. Jullie zijn een match. Nou. We zullen even een boertje doen. Goh, joh, hij zit ook al gelijk weer helemaal in de war. Het is toch ook wat met jou? Hè? Oh, hij moet wel een beetje scherp stellen, hè? Cameraatje. Tess kwam dichtbij. Hij dacht, daar heb ik geen zin in. Zo. Oh. Nou, kijk dan toch. Dat slabbetje past echt leuk bij haar kleertjes. Of dat spuugdoekje. Zie, precies dezelfde kleur. Dan gaan we gewoon...
Zeg maar hallo. Of nou ja, eigenlijk zeg maar wel trusten, want je gaat lekker slapen, hè. Ja, ik zal jullie even neerzetten. Ik leg Tess even neer. Nou zien jullie mij. En dan ga ik jullie eventjes hier neerzetten. Waar ik Tess naar bedje ga brengen. Zodat jullie dat goed kunnen zien. Nou eens even kijken. Volgens mij kunnen jullie het zo prima zien. Zo. Dus nog eens even het bedje een beetje dichterbij. Zo. Nou, ik leg dit spuugdoekje nog even onder Tess. Zodat ze niet gelijk haar hele nestje eronder spuugt. Maar het slammetje gaat weer af. Ja, kom maar. Hé? Nou, ga je lekker slapen? Ja, zeg maar, ik ga lekker slapen. Ik heb dit spuugdoekje echt al super lang. Ik heb hem nog nooit gebruikt. Dat is echt de eerste keer. Het is schandalig, hè. Sommige spulletjes heb ik dan al zo lang. En die gebruik ik dan nog helemaal niet, omdat ik er nog niet aan toe kom. Of... Maar het past echt perfect bij haar pakje van nu. Zo, haar eentje, Ducky Ducky. Haar speen, zij heeft deze nu van de Kruidvat. Die bevalt goed. Zo. Nou, Tess gaat lekker slapen, jongens. Het gordijn even een beetje achter jullie dicht. Ik weet niet of het nou heel donker wordt, maar volgens mij kunnen jullie haar nog net een beetje zien. Zo. Ze slaapt graag in het nestje. Dit vindt ze een lekker plekje. En geef haar eens ongelijk, want volgens mij ligt het ook echt super lekker en aangenaam. Ja jongens, ik ga dus nog even de rommel opruimen die ik heb. Tess gaat lekker slapen. Ze ziet er heel blond uit door het licht. Tess gaat slapen. Maar dit is echt het enige strookje licht wat er eigenlijk nog valt. De rest van de gordijnen zijn gewoon naar beneden. Maar ze kijkt net naar dat licht. Kijk, Lux kan al haast. Kunnen jullie al haast niet meer zien, zo donker is het. En Nopsje slaapt ook nog steeds, gewoon lekker door. Ik ga dit even opruimen. Haar kleertjes in de kast maken. En dan ja, gaan we lekker op bed. Het zal niet zo lang meer duren. Ik wens jullie een hele fijne avond. Oh. En dan... tot volgende week bij de Swep met Julia. Doei!